Dat je gewoon echt in een hele foute film terechtgekomen bent, waar constant maar geen eind aan blijkt te komen. De familie van oma Bindi weet nog steeds niet hoe de Utrechtse van 93 jaar aan haar einde is gekomen. In 2005 werd ze doodgevonden in huis. Maar de zaak is nooit opgelost. De politie wil meer informatie om dit soort cold cases op te lossen en heeft daarom een kalender gemaakt. Die wordt verspreid in gevangenissen, want misschien weten gevangenen meer. In ons land zijn er 1500 zaken nooit opgelost. Museum Dommunder in Utrecht is gered van de ondergang. 10 kredietverstrekkers hebben ruim 1,6 miljoen euro bijeengebracht om openstaande rekeningen te kunnen betalen. Onder meer de gemeente Utrecht, 25 particulieren hebben geld uitgeleend en het Nationaal Restauratiefonds sprong bij. Maar ik heb altijd vertrouwen gehad dat we dit zouden kunnen oplossen. De sympathie voor Dommunder en voor dit initiatief is heel groot. En het is een hele opgave geweest. En iedereen is tot het gaatje moeten gaan, om het maar zo te zeggen, om het mogelijk te maken. Maar ik heb altijd vertrouwen in gehad dat we dit zouden kunnen oplossen. Ook de provincie geeft geld. In ruil daarvoor organiseert de stichting enkele evenementen op het Domplein. Ruim 15 miljoen kilo strooizout is er sinds vrijdag gestrooid op de Nederlandse wegen. Allemaal om de gladheid door sneeuw en ijzel te bestrijden. In totaal reden de strooiwagens van Rijkswaterstaat bijna 2,5 keer de wereld rond in ons land. Eerst maar eens op deze kant om u van harte te feliciteren. Ja. Dit soort bezoekjes van een burgemeester vanwege een gouden of diamanten huwelijk worden zeldzaam. Steeds meer echtparen halen de 50 of 60 jaar samen. 7 gemeentes in onze regio hebben daardoor flink meer huisbezoeken. In Utrecht en Oudewater kost dat de burgemeester te veel tijd. En dus schrappen ze sommige feestelijke bezoekjes. Deze generatie, daar neemt het echt wel van toe. Ik had de afgelopen maand december had ik 10 visitaties. Dus dat betekent elke week een paar. En soms wel 2 achter elkaar. En dat is best intensief. Nog eentje. Na een jaar bouwen is vanmorgen de brede school Kerkenbos geopend in Zeist. 2 basisscholen en een kinderopvang zijn samengevoegd tot 1 school. Ja, het is een beetje gek, omdat je bent ook helemaal gewend aan die school waar je in zat. En dan ga je nu ineens verhuizen naar een nieuwe en grotere school. En dat voelt ook best wel raar. Het gebouw staat midden in het bos van Zeist en is duurzaam. Zo is er geen gasaansluiting en maakt de school gebruik van zonnepanelen. En zo'n brede school heeft nog meer voordelen. We kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten. Kijk bijvoorbeeld hier naar de gymzaal. Die wordt gebruikt door allebei de scholen en door de kinderopvang. We hebben boven ook een gedeelte van de bibliotheek. Daar kunnen we ook gebruik maken met alle 3 de bewoners van dit gebouw. En we kunnen gebruik maken van elkaars kennis. Want we zitten hier nu met veel meer collega's in 1 gebouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het bos. Ook al was het geregeld glad, u ging de afgelopen 2 weken massaal de weg op. Het was de drukste kerstvakantie van de afgelopen 5 jaar. Volgens de VED is het te merken dat de economie weer aantrekt. In onze regio was het vooral druk bij pretparken en bij dierentuinen, zoals Dierenpark Amersfoort. Maar ook bij meubelboulevards en bouwmarkten was het vaak achteraan aansluiten. Een spannende week voor de Utrechtse Justin van ter Gouw. Donderdag staat de 16-jarige in de finale van het WK darten voor de jeugd. 10 jaar geleden begon Justin met darten. Volgens kenners maakt hij kans, want het darttalent kan zijn zenuwen goed onder controle houden. Je voelt gewoon van, ja, het gaat zo beginnen, weet je wel. Voel je een beetje die spanning in je buik, maar dat gaat altijd weg als je op het podium staat. En dan, als het spannend wordt in de wedstrijd, dan, ja, dan komen de zenuwen soms wel, maar dat zien we dan wel weer. Het weer. Vanmiddag is het bewolkt, maar wel droog. Het wordt 5 graden. Vanavond kans op regen en dan blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Meer nieuws vindt u in onze app en op onze site rtvutrecht.nl.